Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Fashion Visite. Vandaag zit Monica uit Almere bij mij op de bank. Hallo Monica. Hi. Welkom. Dank je. Kan je wat over jezelf vertellen? Nou, ik ben Monica, ik ben net 35 geworden. Ja. Ik woon in Almere met mijn gezinnetje. Ik heb een zoontje van net 8. En, ja, en ik werk verder op kantoor en daarbuiten heb ik als hobby een eigen blog en daar hou ik me veel mee bezig. En je kledingstijl, kan je daar iets over vertellen? Ja, toch wel een combinatie tussen netjes en een beetje sportief misschien, dus niet te tuttig. Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om iets netjes te combineren met sneakers bijvoorbeeld. Ja. Een colbert met sneakers of zo en een jeans, dat is wel waar ik van hou. Ja. En hou je van hakken? Ik hou van hakken, maar ik kan er niet echt op lopen. Sinds ik eigenlijk zwanger ben geweest, was het helemaal gestopt. En ik heb het nooit meer opgepakt. Dus nee, ik probeer het wel, maar het is een beetje lastig soms. En verder, zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt of waar je hulp bij zou willen krijgen? Nou ja, ik ben dus best wel wat aangekomen in het afgelopen jaar, helaas. En daardoor vind ik het best moeilijk om voor mezelf iets leuks uit te kiezen. Ja. Ik hou dus niet van te veel laten zien. Ik hou van lange dingen, lange blazers of maxi-jurk of zo. Daar hou ik van. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om een beetje van jouw kant te zien van wat kan er nog meer. Komt dat je bent aangekomen? Is dat nog van de zwangerschap bijvoorbeeld? Nee joh, nee, mijn kind is al zo oud. Nee, ik dacht misschien is het altijd... Nee, ik was eigenlijk altijd wel stabiel met mijn gewicht, maar ik heb nieuwe medicatie gekregen omdat ik een chronische ziekte heb. Ik ben door die medicatie dus toch wel een kleine 10 kilo aangekomen in een jaar tijd en dat is best heftig. Balen, ja. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, ik kan hier niks aan doen, het gebeurt gewoon. En, ja, het is echt heel vervelend. Ja. Ja. Oké, wat ik ga doen, ik ga even denk ik je... Heb je Instagram? Ja. Oké, ik ga dat gewoon helemaal bekijken zodat ik een beetje weet waar je van houdt, want ja, je kan het wel vertellen, maar dan heb ik er ook een beeld bij. Ja. En dan ga ik een leuke outfit voor je shoppen. Ja, leuk. Moet ik nog ergens op letten? Nou, in ieder geval geen blote benen. Oké, check. Geen blote benen. Ja. Alright, ik ga voor jou aan de slag. Super. Jamie kennende, zij houdt altijd wel een beetje van aparte kleding. Ze heeft natuurlijk wel haar eigen kledingstijl. Dus ik hoop gewoon dat het voor mij net iets een beetje out of the box is. Iets wat ik misschien zelf niet uit zou kiezen, maar wat uiteindelijk gewoon wel heel goed bij me past. Dus ik vind het heel spannend. Mijn plan voor Monica is een beetje dat ik gewoon wil dat ze zich echt goed voelt in haar outfit. Want ik herken dat echt nog uit de periode ook van mezelf. Dat je je net wat voller voelt, super onzeker. Maar toch dat je wil shinen en je vrouwelijk wil voelen. Ik ga op zoek naar een jumpsuit. Een jumpsuit is niet te bloot, want ik ga er eentje zoeken die lange mouwen heeft. En ergens bij de taille bijvoorbeeld een riempje of zo. En ik hoop ook dat ik het niet alleen zwart vind. Ik denk dat ik ga kijken bij Oe Amsterdam. Ze hebben echt heel veel jumpsuits. Ik ben heel blij. Ik heb de perfecte jumpsuit gevonden. Tijdens het afrekenen kies ik voor PayPal, omdat ik vind dat dat makkelijk en snel gaat. En al helemaal met de one-touch functie. One-touch betekent eigenlijk dat je één keer je betaalgegevens invoert. Bijvoorbeeld je gebruikersnaam en je wachtwoord. Dat je dat dan maar één keer hoeft in te voeren. Bijvoorbeeld op je telefoon of je tablet of je laptop. Dat voer je één keer in en dan gaat betalen nog veel sneller. Betekent meer shoptijd. Besteld. Alright, jongens, alles is binnen. Ik ga het even ophangen. Ik ben heel benieuwd wat Monica ervan vindt. En ze komt volgens mij ook zo. Ik weet niet of ze al... Ja. Tada! Dit heb ik voor jou geshopt. Ik vind het heel leuk dat het een jumpsuit is. En ik vind het leuk dat je toch een beetje kleur hebt gekozen. Oh, vergeet helemaal de oorbellen. Wacht. Ik vond ze zo leuk dat ik ze zelf ook heb geshopt. Dus ik ben jou aan het copycatten. Leuk. Dit zijn ook mijn oorbellen erbij. Trek het lekker aan. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het bij je staat. Is goed, ik ga hem aandoen. Oké, tot ziens. Wauw, het staat je zo mooi. Echt prachtig. Dit is je outfit, Monica. Ja. Ik dacht een jumpsuit die je mooie, smalle taille versterkt. En een tasje wel toch een beetje in de lichte kleur om de outfit te breken. Dus hetzelfde geldt voor de schoenen. Ja. Die zijn in metallic, een beetje wat spicier kleurtje. Heel gaaf. Ik gaf aan dat je het moeilijk af en toe vindt om met curves te werken. Ja. We focussen gewoon op de taille, want die is dus heel erg lekker smal. Geen bloot. Nee, inderdaad. Geen blote gelukkig dingen. Ik ben heel blij mee. Ja. Ik vind het leuk. Ik zou zelf de kleuren niet hebben gecombineerd met elkaar, maar dat is juist wat ik leuk vind aan jou, dat jij durft gewoon meer. Dus ik vind het echt heel leuk. Ik vind het leuk bij elkaar passen, ja. En wat denk je dat je vriend gaat zeggen? Ja, die vindt het wel mooi. Dat vrouwelijke, daar houdt hij wel van, ja. Maar het mocht toch wel wat bloter misschien? Het mocht misschien wel wat bloter, maar ik voel me hier toch wel prettiger bij. Ik vind het wel netjes, ja.
En je kan het dus ook misschien met sneakers dragen. Ja. Dan is het meteen wat sportiever. Ja. En hier heb je dus knoopjes. Ja. En dan kan je hem eventueel omhoog. Ja. Dan is het inderdaad meteen dan wat sportiever. Ja. En ik heb ook dus die oorbellen. Kijk, deze zijn dus als je juist misschien naar een feestje gaat of zo. Dan zijn deze ook heel erg leuk erbij. Vind je het er leuk bij? Ik vind het voor een feest vind ik het zeker leuk. Ja, ja. Toch? Ja. Helemaal met die schoenen. Ja hoor. Dan is hij net even iets hysterischer. Ja, maar voor een feest vind ik dit echt heel leuk. Staat je super mooi. Dankjewel. Heel blij. Cijfer, wat voor cijfer geef je me? Een 9, zeker. Oké. Ik moet er gewoon zelf nog een beetje aan wennen, omdat ik niks langs aan heb. Maar ik vind het heel mooi. Ja. Ik vind het geslaagd. Ik ben blij. Ja, ik ook. Dankjewel. Dit was weer een nieuwe aflevering van Fashion Visite. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel blij met die 9 die je me gaf. Ik ook. Yes. Volgende keer weer. Volgende vlog, volgende video. Daar ga ik jou in zien. Dankjewel voor het kijken. Doei! Doei.